Bijna een maand geleden werd er bij het vervangen van de kozijnen asbest aangetroffen in de huizen aan de Ruigenhoek. De bewoners moesten onmiddellijk hun huis verlaten en woonden 3 weken lang in een hotel. Deze week dachten ze weer naar huis te kunnen, maar het bedrijf dat de asbest aan het saneren is, kan niet garanderen dat alle huizen helemaal schoon zijn. En geld voor hotels is er niet meer, want het potje van de Vereniging van Eigenaren is leeg. Ik verblijf op dit moment bij mijn ouders. In principe zouden we onze huizen in mogen, alleen het is niet echt schoon. Er ligt overal nog asbest. Als we spullen van zijn plaats halen, dan zullen we daar nog asbest aantreffen. En dan maak ik me zorgen om mijn gezondheid en om het van de kinderen. Toch kan niet iedereen bij familie terecht. Meneer Mahoudi slaapt daarom noodgedwongen weer thuis. Ik heb geen zus, geen moeder, geen... niemand. Waar moet ik in slapen? Ik heb geen geld. Ik heb enigszins dat ik één auto heb, dan kan ik in de auto slapen. De huiseigenaren van de Ruigenhoek hebben voor het beheer van de Vereniging van Eigenaren een extern bedrijf ingehuurd. Ze willen nu dat de beheerder op korte termijn onderdak voor ze regelt en dat de asbest volledig wordt verwijderd. Volledig asbest schoon zijn de huizen inderdaad niet. Ze zijn asbest veilig. In die zin hebben de mensen gelijk en in die zin kan ik hun ongerustheid ook zeker begrijpen, absoluut. Maar kunt u daar dan niet iets aan doen als beheerder van de Vereniging van Eigenaren? De Vereniging van Eigenaren moet de opdrachtgever zijn om de woningen verder schoon te maken. Daar zijn kosten mee gemoeid. De vereniging heeft geen centen meer. In die zin kunnen wij nu geen opdrachten meer geven. En wellicht dat de ledenvergadering daar een ander besluit over neemt. Ik weet niet hoe nu verder. Ik zou heel graag onderdak in de buurt willen, maar ja, daar is geen oplossing voor op dit moment. Volgens de beheerder van de Vereniging van Eigenaren is het niet zijn taak om onderdak te regelen voor de bewoners.